Teun, het is de laatste dag van de window met het ongemak met de deur in huis te vallen. Uh, komt er nog iets bij? Nou, het antwoord is nee: er komt niks bij. We hebben de laatste dag van de window en dat wordt een rustige dag. Dus uh, er gaat niks weg en er komt niks bij. Dus wij zijn, uh, wij zijn klaar. Wij zijn klaar. Uh, ja, iedereen heeft natuurlijk de afgelopen vier wedstrijden gezien, uh, dacht je niet van, nou, daar moet toch nog wel iets bij? Um, nou nee, dat dacht ik niet. Uh, Laten we dat we niet blij zijn met het resultaat uh, van de eerste vier wedstrijden en ook niet met het vertoonde spel. Um, we zijn daar hard aan het peuteren hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen om dat, uh, om dat beter te krijgen. Um, alleen uh, ja, het zou wel heel uh, in mijn beleving uh, getuigen van niet-visie als je uh, na drie wedstrijden, of eigenlijk zeven, acht weken met elkaar bezig bent en op een bepaalde manier de selectie hebt samengesteld. En eigenlijk alle posities dubbel bezet hebt en, en ook gewoon uh, door ons budget heen bent. Ja, en dat je dan in één keer in de laatste twee, drie dagen, omdat je dan 0-0 speelt tegen Utrecht in het spel, was niet best. Is ook zo, dat je dan in één keer uh, uh, ja, gekke dingen moet doen. Daar, daar ben ik niet van, daar geloof ik niet in. Ik geloof heel erg en we geloven heel erg in de spelersgroep. Die werken fantastisch uh, uh, op dit moment uh, met elkaar samen, met de staf de staf onderling. Er wordt hard getraind. Dus uh, vertrouwen houden in deze groep dat we de doelstelling kunnen realiseren. Ja, je weet dat de voetbalwereld is een uh, emotionele wereld is. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je links en rechts uh, reactie hoort: van ja, het gaat toch niet meer als de afgelopen twee jaar. Dat mensen een deze voet krijgen. Uh, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, wat ik eigenlijk net al zeg. Hè. Kijk, het allerbelangrijkste is dat uh, we dagelijks het proces uh, goed uh, volgen. Van hard trainen, met elkaar bezig zijn, stappen maken in de speelwijze, stappen maken in fitheid. Nou, dat gebeurt. De, de, de dynamiek tussen staf-spelersgroep is, uh, is, uh, is goed. Uh, ja, en, en... Ik blijf vinden dat wij een spelersgroep hebben die breed is, met alle posities dubbel bezet, met verschillende specialismes erin. Als je voorop kijkt hebben we verschillende kwaliteiten, creatief, snelheid, middenveld hebben we diverse spelers. En dat zijn allemaal spelers die ja, één of meerdere seizoenen ook eredivisie ervaring hebben. Dus we hebben gewoon een goede groep staan, alleen de puzzel moet nog even goed vallen. Um, en als dat gaat gebeuren, dan uh, hebben wij het volste vertrouwen in dat deze groep uh, ja, veel gaat winnen. Je zegt het terecht, hè, de puzzel moet nog even, even vallen. Uh, afgelopen wedstrijd. Uh, zes wijzigingen in de basisopstelling. Ja. Um, ja, wat geef jij de technische staf mee? Nou ja, wat ik, wat ik vooral ze meegeef, is dat we vooral in dat proces moeten, uh, moeten investeren. Omdat uiteindelijk spelen wij we 38 wedstrijden. En uh, aan het eind van de competitie, dat is een cliché, maar daar worden de prijzen in verdeeld. Dus wij moeten met ons, met waar we mee bezig zijn en waar we in geloven in de werkwijze, dat gaat resulteren in resultaat. Dus we moeten niet in paniek raken. Natuurlijk moet je, nou, omdat je dus even heel plat geslagen als je naar het middenveld kijkt, heb je een bos, een verraad, een pool, een spierings, even die vier of voor de controlerende posities. Uh, ja, dat zijn alle vier spelers die in de basis zouden kunnen spelen. Die hebben ook alle vier al eredivisieervaring. Uh, alleen de juiste puzzel moet, moet vallen. En wat ik vooral de staf adviseer is: uh, blijf iedere dag uh, richten op het individu. Maak ze beter. Zorg dat het in het team uh, goed past. Zorg dat iedereen zijn rol en zijn taken duidelijk kent. Ja, en dan legt die puzzel met elkaar. En dan moet die ook een keer ergens vallen. Ja, en als die valt, dan, dan gaat het lopen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ja, dan is het eigenlijk op naar een rood blauwe vrijdag. Ja, fantastisch. Als ik, uh, weet je, mijn eerste thuiswedstrijd hier tegen jong PSV was ik al onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Tegen Telstar, uh, wederom nou, uit bij jong Utrecht. Uh, 400 man mee die tot en met minuut 88 positief achter de ploeg staan. En daarna wat kritisch zijn. Wat uiteraard mag en terecht is op, uh, op basis van het vertoonde spel en de uitslag. Dus ik heb er heel veel zin in dat, uh, dat hier vrijdag weer uh, dat stadion kolkt.